De overheid moet haar controlediensten agressiever inzetten om inkomsten binnen te halen. Dit moet volgens VHP-parlementariër Aziz Kumar Gayadin vooral gaan gelden voor de BTW. Het DNA-lid haalde gisteren in het parlement aan dat de BTW geëvalueerd moet worden en dat het niet zo mag zijn dat er oneerlijke concurrentie in het land wordt gestimuleerd. Daarmee bedoelt Gayadin dat bepaalde ondernemers wel BTW heffen over bepaalde goederen, maar anderen weer niet. Waardoor je een oneerlijke situatie krijgt, gewoon vanwege het feit dat de staat de wettelijke regelingen niet probeert na te leven. En daar heb ik ontzettend veel moeite mee, omdat, laten we eerlijk zijn, de wettelijke regelingen, en we zijn die 6 maanden zeker al voorbij, kan het nooit zo zijn dat een winkelier gewoon opgeeft dat hij geen BTW heeft, omdat hij aangeeft dat hij onder de 1 miljoen omzet valt. Gayadin vraagt zich af waarom de registratie van alle winkeliers niet makkelijk in kaart kan worden gebracht om de controle daarop te kunnen uitoefenen. Ik zeg dit omdat wij, naarmate we verder gaan en zeker voor het jaar 2024, dat wij willen zorgen dat de ontwikkeling op gang komt, is het van belang dat de verschillende voorzieningen gefinancierd kunnen worden. En we moeten niet in een situatie komen waar wij gaandeweg wel hier een begroting goedkeuren, maar omdat die inkomsten niet binnen zijn gekomen, dat we dat niet kunnen garanderen. Gayadin doet een beroep op de regering om met alle ernst te kijken naar de indirecte belastingen.